Het Wereldbekercircuit veldrijden is neergestreken in het pittoreske Pijnakker. Hoewel de meeste aandacht uitgaat naar de renners, zijn de mechaniciëns achter de schermen constant bezig het materiaal op orde te brengen. Walter Boom is vader en mechaniciën van Rabo-renner Lars Boom. Vroeger toen ik altijd wel gefietst en ja, daar zit het toch al een beetje in. Op een gegeven moment kon ik van werk wisselen of mijn oude baas ging failliet. En dus toen had ik al een beetje contact met Rabobank. En zodoende ben ik daar tussen gerold. Sven Nijs heeft zijn eigen team van mechaniciëns. Hij komt alleen even buurten en Walter complimenteren met zijn werk. Ik denk dat in eerste instantie ook gewend is om met de ploeg mee te gaan. Hij werkt ook in de zomer al voor Rabobank. Zij zijn gewoon perfect op de hoogte van alle nieuwigheden in onze sport. Ik had gisteren een verhaal van iemand die een lekke band had. En hij pakte de ronde nadien zijn fiets en hij kreeg terug die fiets met diezelfde lekke band in. Dat is natuurlijk een serieuze fout. Maar die mensen hebben het echt wel heel zwaar, zeker met deze weersomstandigheden. En alles moet mooi gemaakt worden, zorgen dat alles goed blijft functioneren. En dat moet op hele korte tijd gebeuren. Wat later arriveert ook Lars. Hij is erg blij met de rol van zijn vader. Het is belangrijk, want ik heb een stukje vertrouwen in mijn vader natuurlijk, van vader op zoon. En dat is wel belangrijk. Ik weet dat het altijd in orde is met iets en alles eigenlijk. Dus dat is wel heel belangrijk. Tijdens de wedstrijd zorgen Walter en zijn collega ervoor dat er niets mis kan gaan. Ja, top. Na de laatste wissel ruimt Walter op en hoort hij via de speakers dat zijn zoon gewonnen heeft. Yeah! Goed zo, jongen. Nee, ik had niet in de gaten, weet je wel wat. De eerste wereldbekerzegen is binnen.